Hey iedereen, welkom terug in een nieuwe video. Vandaag ben ik op een andere plaats. Ik zit namelijk in mijn auto eigenlijk. Het is echt super koud. Het is vandaag zaterdag. En ik dacht dat het wel een keer tof zou zijn als ik nog eens een pasgokjes shoplog zou opnemen. Want dat vinden jullie namelijk super leuk. En ik dacht, ik moet eigenlijk nog een keer naar de H&M gaan. Hier bij mijn stad. En aangezien we moeten alleen winkelen, dacht ik ja. Dan maken we er maar iets leuks van. En een pashokjes shoplog. Maar je mag dus maar 4 kledingstukken met een keer meenemen. Dus ik denk dat ik 2 keer of zo ga passen. Anders is 4 kledingstukken niet zoveel voor een video. Dus ik ga 2 keer gaan. Ik hoop dat er niet te veel lawaai is. Dat jullie er een beetje van kunnen genieten van deze video. En mij kunnen verstaan. Want soms is dat nogal moeilijk om te filmen in een pashokje. Als er heel veel volk is. Ik ging normaal eigenlijk in de week gaan. Dat ik vakantie heb. Maar ik heb nog wat andere plannen. En vandaag had ik niet zoveel te doen. Dus ik dacht dat het ideale moment om nog eens naar de H&M te gaan. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal ga passen in de H&M? Ja, kijk dan zeker verder. En vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Ik heb deze items gekozen. Als eerste dit roze hemdje. Dan nog iets in het roos. En een pulletje in het wit met van die bolletjes op. En ook nog een sweater. Dan deze. En dat ga ik nu allemaal passen. Deze trui is leuk, maar niet leuk genoeg om te kopen eigenlijk. Ik vind die lettertjes wel heel cute daarop. Maar hij is eigenlijk veel te groot. Ik heb hem in een medium, maar ja, het is niet zo mijn smaak eigenlijk. Dus deze wordt het helaas niet. Dan dit hemdje vind ik echt heel cute. Maar zoals je ziet is het wel wat los. Maar ik denk dat model is eigenlijk. Ja, het is moeilijk. Ik vind de kleur echt mega mooi. Maar het komt niet zo goed over op camera eigenlijk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Twijfelgeval. Deze voelt echt fluweelzacht aan. En het past net perfect eigenlijk. Kijk, zo met die streepjes is echt heel leuk. Een keer iets anders, zoiets heb ik eigenlijk nog niet. Die kleur roos, het is zo'n beetje zalm gemengd met bruin, dus dat is wel leuk. Dus voorlopig vind ik dit hemdje leuk en deze vind ik echt leuk. Nu moet ik juist nog deze passen, die bolletjes op. Dan dit wit truitje met de bolletjes, maar zoals je ziet is hij echt heel doorschijnend, dus dat is wel wat jammer. Ik heb ook geen zin om overal een topje onderaan te doen. Hij staat wel heel leuk, vind ik. Maar ja, dat is niet zo mooi. Hij zit er echt alles door, kijk. Nee, dus het wordt enkel... het wordt dus deze en misschien ook dit hemdje. Ik ga nog eventjes zien. Maar deze dus zeker niet. Oké, hier ben ik dus terug met deel 2. Daarjuist kon ik niet zoveel, niet zo lang babbelen. Omdat ik dus in het eerste pascot zat en ze waren een beetje luid aan het babbelen, dus dat was echt storend. En nu zit ik dus in het laatste, in de laatste paskamer. En ik heb enkele dingetjes gevonden. Nog 4 stuks, want je mag nog 4 stuks meenemen naar de paskamer. Dus de volgende 4 stuks zijn hier. Dus die ga ik dus nu passen naar jullie. Het eerste dat ik ga passen is deze trui met streepjes. Dan heb ik een groene trui met zo'n hoge kool. Ik vond dat kleur wel mooi. Een witte trui. Ik weet niet dat er hier iets speciaals aan was eigenlijk. Ik denk dat ik gewoon dat mooi vond, omdat het zo strepen is. Ik had dat vaak op Instagram gezien. En dan nog deze zwarte top met supermooie blinkertjes. Dat is wel leuk. Deze trui vind ik echt heel leuk. Ik vind de kleurencombinatie heel leuk passend. Vooral dat beige past heel mooi met mijn haar. Dan wit, roos en paars. En het past perfect. Oh, daar gaan we weer. Het voelt heel zacht aan. Dus dat is ook wel belangrijk. Ja, die vind ik wel mooi. Het is 20 euro. Maar ik heb denk ik nog een kortingsbon liggen. Maar ik ga dan even zien wat ik wel ga meedoen en niet. Want ik ga niet alles kopen natuurlijk. Ik dacht zo maximum 2 stuks of zo. Ja, deze trui vind ik wel heel leuk. Het is een maat medium trouwens. Dan de groene trui. En oh, ik ben echt fan van deze kleur. Ik heb volgens mij nog niets in mijn kast hangen met deze kleur. En ik vind het echt heel mooi bij mijn ogen staan.
Hij is wel een beetje oversized, zoals je kunt zien aan de mouwen. Dus ik ga even zien, misschien voor een maat kleiner, of zowel is dat het model. Ik vind juist dit iets minder, dat dat zo recht afloopt. Die split vind ik ook niet zo mooi. Ik vind de kleur eigenlijk mooi, maar voor de rest, die mouwen. Ja, jammer, want die kleur is echt wel heel leuk. Een beetje twijfelgeval. Want dat vind ik eigenlijk echt niet mooi. Zo, recht naar beneden. Dus dan moet ik het in een broek steken. Nee, dat gaat niet. Oké, dat is wel een beetje jammer. Ik kies normaal nooit voor wit, maar ik vind deze trui echt mega mooi. En hij is ook nog eens in de solen, dus dat is ook mooi meegenomen. Ah, ik vind hem echt heel leuk. Ik ben echt heel fan. Ik had ook even iets op Instagram geplaatst. Dat ik deze leuk vond. En ja, het is echt heel tof. Witte trui. Zo cool ook. Ja, die wordt het zeker en vast. Als laatste deze zwarte top met glinstertjes. Ik vind hem heel leuk, maar ik hou er niet van dat hij zo cropped is. Het was een crop model, maar ik dacht dat ik hem op een hoge broek kon dragen. Maar dat is dus helaas niet het geval, zoals je kunt zien. Dat is wel een beetje jammer. Maar ja, ik had dat moeten denken natuurlijk. Op zich is hij wel leuk, maar voor zo'n streepje buik tonen ben ik nu precies toch wel nog niet klaar voor. Dus, nope. Ik ga dus enkel deze witte trui nemen. Dat is echt een hele leuke. Maar ik heb wel een probleem. Hij is dus een korting, maar ik moet dus twee stuks nemen voor deze korting te hebben. Zo, ik ben er terug van de H&M. En ja, zoals je een beetje in de video hebt kunnen merken, was er wel heel druk. Allee, jullie hebben het waarschijnlijk wel gehoord. In het eerste stuk was er echt heel veel lawaai. En het probleem was een beetje dat ik niet echt mocht kiezen waar ik mijn kleding paste. Wat normaal is natuurlijk. Want je moet een paskamer overslaan met de corona. Mocht je niet naar steen passen. Maar ik had dus alle geluk dat ik in het eerste zat. Nee, dus geen geluk. En die zaten daar een beetje te babbelen. Wat ik normaal gezien niet storend vind. Maar nu dus wel. Dus daarmee, ik dacht, oh, ik ga niet filmen. Maar als ik mij in mijn hoofd heb gezet dat ik wel wil filmen. Ja, dan moet dat er wat komen. En heb ik een beetje stiller gebabbeld. Maar het tweede deel was gelukkig beter. En zat ik helemaal achteraan. Dus dat is wel goed. Ik moet wel zeggen dat het redelijk druk was. Ik ben alleen geweest. Maar het waren daar echt hele grote gezinnen. Ik weet niet, iedereen, ja, het was gewoon een beetje te druk eigenlijk. Maar ik heb toch wel wat leuke dingen kunnen kopen. Allee, wat leuke dingen, twee dingen. Uiteindelijk heb ik dus die witte pull gekocht. En dan ook die sjaal. Kijk, ik heb nog, die sjaal, jullie hebben hem eigenlijk niet gezien. Maar zoals ik dus zei, moest ik twee stuks kopen om te genieten van mijn korting. Dus ik dacht, ja, ik ga iets kleins kopen. En ik vond deze sjaal wel super mooi. Die was dan afgeprijsd van 13 euro naar 5 euro. Dat is in deze. Een roze sjaal. Die pull hebben jullie al gezien. Dus in deze zak zit deze pull. En bij deze ga ik ook de video afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Deze pashokjes shoplog leuk vonden. Als dat zo is, doe zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn YouTube kanaal voor meer video's. Tot de volgende keer. Dag!